Ede is een prachtige gemeente om te wonen, werken en recreëren. We zijn niet voor niets de gelukkigste gemeente van Nederland. Wel hebben we natuurlijk ook uitdagingen. Corona maakt bijvoorbeeld duidelijk dat onze woonomgeving erg belangrijk is. Hoe zorgen we dat Ede een prettige plek blijft? Hoe ontwikkelt Ede zich in de komende 20 jaar? In de Omgevingsvisie proberen we hier antwoord op te geven en koers voor Ede te bepalen. Want met z'n allen hebben we in gemeente Ede een flink wensenlijstje. Duurzame energie opwekken, mooie natuur behouden, prettig en gezond wonen, duurzame landbouw, genoeg werkgelegenheid en ook overal snel, betaalbaar en veilig naartoe kunnen reizen. Toch is de ruimte die we beschikbaar hebben beperkt. Dus moeten we keuzes maken. Hoe willen we dat Ede er in 2040 uitziet? Onze gemeente heeft veel moois. Met alle dorpen en gemeenschappen is Ede bijvoorbeeld een hele diverse gemeente. Dorp en stad, gelovig en niet gelovig, en ga zo maar door. Ede groeit, zowel natuurlijk als door instroom van buiten. Even enkele getallen. In 1960 telde Ede 55.000 inwoners. Nu in 2021 117.000. Ruim verdubbeld dus. In 2030 zijn dat naar schatting 125.000. Elk jaar kwamen er gemiddeld zo'n 1000 inwoners bij, waarvan zo'n 600 door eigen groei en 400 van buiten. Ede is een relatief jonge gemeente, maar net als in heel Nederland neemt het aantal ouderen ook hier toe. We zijn een hele actieve gemeente, sporten en bewegen vaak en proberen door gezond te eten vitaal te blijven. En als het even minder gaat, dan zijn we zelfredzaam. We kunnen dan rekenen op de steun van dorpsgenoten of mensen van de kerk of moskee. Toch weten we ook dat veel mensen zich eenzaam voelen. Ontmoeten gaat niet altijd vanzelf. Wie denkt aan Ede, denkt al snel aan de Veluwe en de mooie natuur. Helaas gaat het met die natuur niet zo goed. We strooien kalk op de hei om deze weer te herstellen en te behouden. Het klimaat verandert en dat merken we. Bijvoorbeeld door extreme buien, de bossen die verdrogen en voorheen onbekende planten en dieren vormen ineens een plaag. Ondanks alle bomen hebben we geen goede luchtkwaliteit en meten we hoge concentraties fijnstof. Gelukkig kunnen we ook erg genieten van de natuur. Niet voor niets is de Veluwe een van de populairste toeristische bestemmingen in ons land. Het is ons groene kapitaal. Daarnaast hebben we veel ambities. Dat is niet nieuw. Zoals gezegd is Ede vanaf 1960 steeds fors gegroeid. De beelden van de Topo-tijdreis laten dat goed zien. We willen graag wat doen aan de woningnood. Mede door druk van buiten zijn er de komende 20 jaar tussen de 10.000 en 15.000 extra woningen nodig in Ede. We bouwen nieuwe woningen in en buiten de bebouwde kom. Ook hebben we aandacht voor onze kenniscampus met zijn 12.000 gebruikers. Voor ondernemers kijken we naar de uitbreiding van bedrijfsterreinen. Daarnaast willen we niet allemaal stilstaan in onze auto's. Dus breiden we het wegennet uit en zetten we zwaar in op openbaar vervoer en fietsverbindingen. Maar er zijn nog meer ontwikkelingen. Steeds meer boerenbedrijven stoppen. Hoe zorgen wij ervoor dat de overgebleven boeren een duurzaam perspectief krijgen? Hun land komt vrij. Houden wij die beschikbaar voor landbouw? Gaan we die grond inzetten voor de energietransitie, zodat we over 30 jaar evenveel energie opwekken als we gebruiken? Of gebruiken we deze grond juist voor woningbouw en bedrijfsterreinen? Een flinke wensenlijst dus. Maar niet alles kan. We moeten keuzes maken. Hoe willen we dat Ede er in 2040 uitziet? Welke kant willen we op? Dat leggen we vast in de Omgevingsvisie.